Klewierike, vlakbij de A12. Maar eigenlijk ook weer een prachtig gebied. Wat gaan we hier eigenlijk doen? Ja, we gaan op zoek naar de ringslang. Het is ringslang territory. Nee, gaan we opnieuw doen. Waarom is dit het ringslanggebied dan? Ja, goede vraag eigenlijk. Maar ze komen natuurlijk in het Reewijkse plassengebied gewoon voor. Je hebt hier de enkele wierikken, de A12. De A12 is natuurlijk de drukke snelweg. Maar we hebben de faunapassage eronder door waar we broeihopen hebben gecreëerd voor die ringslang. Dus een goed moment om ze daar te spotten, ja. Want nu die drachtige vrouwtjes zoeken nu de broeihopen op. Maar dit wordt ook wel de snelweg genoemd, de enkele wierikken, de snelweg voor die ringslang. Want dat maakt dat ze de snelweg voor de ringslang ook onder die A12 door kunnen. En ze jagen op dat water, dus als ze lekker opgewarmd zijn, dan hebben ze weer energie en dan gaan ze jagen. Het zijn goede zwemmers, gaan ze op zoek naar kikkers om te vangen. Dus dit is ook een soort van snelweg. Fantastisch, dus, fantastisch. Kom, we gaan kijken. Laten we op zoek gaan. Ja. Ja, we komen net aan bij de broeihoop van de ringslang en het is ook broeierig weer. Het is mooi weer, het zijn koudbloedige dieren, dus die warmen op in de zon en dan gaan ze bewegen. En het is de tijd dat die jonge of die oudere slangen, die vrouwtjes de broeihopen opzoeken om voor nageslacht te zorgen. En we komen het hoge riet inlopen en van een afstandje zien we de ringslang. Nou, we hebben het gezien, alleen we waren net niet op tijd met de camera, dus hij is alweer het hoge, of de broeihoop in, of het hoge struikgewas ingevlucht voor ons. Want ja, ik denk, wat zijn dit voor indringers? Maar echt schitterend om te zien en uniek natuurlijk, dat we in deze hoge vegetatie toch een ringslang weten te spotten. Dus ja, mijn dag is in ieder geval geslaagd en ik hoop dat we hem misschien nog even te zien krijgen. Ja. Waar zijn we hier, Ties? Ja, we staan hier onder de A12. Okay. Je hoort de auto's over ons heen razen. Ja. En dit is eigenlijk een hele bijzondere plek. De faunapassage die zorgt dat bijvoorbeeld otters, maar ook boommarters en andere dieren kunnen migreren tussen Noord en Zuid. Dus tussen de Nieuwkoopse plassen onder andere naar het Reewijkse plassengebied toe. En dat is ook al gebeurd, want we hebben de otters sinds een aantal jaar weer succesvol in het gebied. En we hebben dus ook twee broeihopen hier liggen. Dat doen we in samenwerking met RAVON, dus Reptielen, Amfibieën en Vissenonderzoek Nederland. Maar misschien moet je even uitleggen wat broeihopen zijn. Ja, broeihopen zijn eigenlijk grote hopen en het zijn eigenlijk een soort van composthopen. Het bestaat uit meisel, gras, riet, soms ruige paardenmest en wat takken. En daar kruipen die vrouwtjes, ja, een beetje deze periode, dus eind juni zoeken ze die broeihopen op om hun eitjes af te zetten. En ja, die broeihopen heet niet voor niks broeihopen. Dat wordt heel warm van binnen, een beetje 25 tot 30 graden. En dan duurt het zo 6 tot 10 weken tot daar die kleine jonge slangetjes weer uitkruipen. Oké, okay. Dus, en jij net had al even het moment echt te pakken. Ja, echt, het was heel bizar. Cameraatje iets te laat. Ja, helaas. Maar we komen aan en er ligt er een op die broeihoop. En ja. Het was toch nog wel, ik denk zo'n slang. Behoorlijk exemplaar, dus dat zou een vrouwtje kunnen zijn, maar het zou net zo goed een mannetje kunnen zijn. Dat weet ik niet, maar het is echt geweldig om te zien natuurlijk. Ja. Welke andere dieren, want de slangen gebruiken ook hier de passage, hè? Ja, ze hebben afgelopen 3 jaar dat hebben ze gemonitord. Nee, ja, het is eigenlijk een slang die heel goed kan zwemmen. Dus hij jaagt ook vanaf het water op kikkers, op andere amfibieën. Dus dat is al echt heel tof om te zien. En ik heb ze ook wel zwemmend voorbij zien komen. Nou, zo vlug, watersnel zeg maar. Nou, die term komt ergens vandaan, misschien wel van de ringslang. En dan de kopje zo omhoog. Ja, het is prachtig om te zien. Ja, en ook, ze hebben afgelopen 3 jaar hebben ze dus onderzoek gedaan vanuit RAVON. En zo'n 100 ringslangen gevangen. En er is mij verteld dat het niet allemaal unieke dieren zijn. Maar ja, het geeft wel een goed beeld van de populatie hier. Het gaat waarschijnlijk om enkele honderden ringslangen die zich hier door het gebied... En zijn ringslangen gevaarlijk? Nee. De meeste mensen zijn een beetje bang voor slangen. Ja, dat begrijp ik ook heel goed, maar totaal niet giftig. Hij zal je ook niet aanvallen. Eerder wegvluchten zoals je net zag. Dus je heel stilletjes benaderen met eigenlijk een telelens. Dat is de enige manier om ze op beeld vast te leggen, op beeld te vangen. Maar ze zullen nooit een mens aanvallen, kwaad doen. Ze spelen zelfs dood. Dus als ze zich bedreigd voelen, kunnen ze zelfs op hun rug gaan liggen. En ze scheiden dan ook een stof uit die heel erg stinkt.
Okay. Nou, dan weet je dat je weg moet wezen. Ja, 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 ja. En welke dieren gaan hier nog meer onder die passage door? De boommartens, de otter dus. Ja, alles wat kruipt, sluipt, zwemt, kan hier van de faunapassage gebruik maken. En ook die stronken hebben we bewust hier neergelegd. Want veel beesten vinden het toch fijn om daar doorheen te trekken. En dan hebben ze ook wat beschutting natuurlijk. En ja, dan hopen we dat ze onder die weg doorgaan en niet dood erop eindigen, want dat zou zonde zijn. Ja. En daardoor ook die afrastering langs zo'n faunapassage, om die beest echt in de juiste richting te sturen. Ja, een beetje mooi. Te trechteren. Ja. Ja. Cool. Nee, het is zelfs een beetje, doet een beetje... Spooky. Spooky, een beetje donker natuurlijk en een beetje viezig allemaal. Maar goed, het is dus een plek waar unieke beesten voorkomen. Maar we gaan nog even verder zoeken. Ja, of niet? Ja, zeker. Want we gaan door naar meer slangen zien. Naar de volgende broeihoop. Ja. Ja, dit zijn dus de golfplaten die her en der in het gebied verspreid liggen. En die slang vindt dat heerlijk om onder te kruipen. Wordt natuurlijk lekker warm met het zonnetje erop. Maar ja, hij kan er ook mooi echt onder kruipen. En dan heb je een soort van afdakje. En nu staan ze hier langs de zijkant, want we gaan binnenkort maaien. Ja, het zou zonde zijn als dit in de maaimachine terechtkomt. Dus als er straks gemaaid is, leggen ze weer terug in het gebied. En dan kan die slang zijn voordeel er weer mee doen. Dus top! We staan nu in de middenberm tussen de A12, bij de A12. Normaal een ander gedeelte van mijn portefeuille als ik het over de A12 heb. Maar nu gaat het echt over de natuur en de beesten die hier tussendoor gaan. Ja. Vertelties. Ja, zelfs tijdens het onderzoek zijn er slangen hier tussen die wegen aangetroffen in de middenberm. Misschien uitrustplekken, zeg maar, om tot rust te komen. Maar misschien zelfs ook wel voortplantingsplekken, je weet het niet. Die broeihopen liggen er nu ook. Dus wellicht hebben we dadelijk jonge slangen hier. Maar het geeft ook aan dat die slangen dus van noord naar zuid trekken. En dat die faunapassage dus werkt. Dus geen dode slangen op de wegen, maar wel in de middenberm. Ja, ja, dat wil toch zeggen dat ze er onderdoor komen. Een andere route is er niet. Zo, hey, wat een wildernis. Ja. Niet een alledaagse plek om zomaar even naartoe te lopen. Hey. Dit was wel echt spectaculair dat we hier de ringslang hebben gezien. Vond ik echt heel bijzonder. Ja, echt tof dat het gelukt is. Ik had het vooraf ook niet gedacht. Die vegetatie is vrij hoog, maar toch, we hebben twee kleine blikken van de ringslang opgevangen. Superleuk. Ja. En ik ben benieuwd wat we volgende keer weer gaan doen. Ja, dit was weer een heel ander uitje dan de vorige keer. Hè, toen we de weidevogels natuurlijk allemaal hebben gezien. En nu de ringslangen. Nou, dat smaakt wat mij betreft wel naar meer. Ja, neem ons maar mee. Heb ik gemerkt aan jouw enthousiasme. En superleuk dat je erbij was vandaag. En ik hoop dat je wat wijzer bent geworden. Ja, ik ben zeker heel veel wijzer geworden. Nou ja, dat Reewijkse heeft een hoge biodiversiteit. Ik noemde hem al, de otter. Wellicht kunnen we een volgende uitzending over de otter maken. Dat lijkt me echt superleuk. En Fort Wierikerschans natuurlijk. Onderdeel van de Oud-Hollandse Waterlinie. Waar we hier ook staan trouwens. Ja. Dus uniek gebied. Rijke cultuurhistorie. Nou, ik ga graag mee. Onder de bezielende leiding van Staatsbosbeheer. Graag. Nou, top. Helemaal goed.